Yo kijkers van Delivine, leuk dat jullie kijken naar mijn kanaal en naar deze video. En we gaan vandaag weer verder tegen Cammy in Stads kampioenschap, het laatste kampioenschap wat er is. En nou zijn we weer klaar. Een waterdek. Water. Sommige hadden zwakte. Oh nee, dat was bij gras. Ik weet niet wat ze bij mij als zwakte hebben, dus ik kies gewoon dit dek. Water tegen water lijkt me niet handig. Ja, jij was de andere kampioen volgens mij. Ze moet alles winnen om in de top 8 te komen. Veel plezier ermee. Want dit ga ik misschien wel winnen. Heel misschien. Oeh, mijn Raichu is ook wel goed. Ja, dat maakt me niet uit, Raichu. Dan krijg je maar 2 energie. Want om al je energie weg te doen vind ik een beetje jammer. Search your deck voor Pokémon. Oké. Nou, gereed. Ik heb de eerste beurt, dus ik kan toch niks doen. Ga nou eens even weg, joh. Ja, hier zwakte elektriciteit. En deze dan weer wat anders. Met deze elektriciteit en deze gras. Nee, ik heb geen grasdek. Hopelijk zit er een Pikachu bij. En die zit erbij. Ja, die heb je ook liggen. Je krijgt gelijk energie, Pikachu. Want dan kan hij de volgende ronde bij en dan kan ik je inzetten. We moeten dus 2 keer kop of munt hooguit 40 damage kunnen doen. Maar ja, dat is beter dan dat ik gelijk al mijn energie kwijt ben. Oké. Ja, want nu zijn we toch aan de beurt. Gelijk evolven, volgende energie erbij. Jij mag even 3 kaarten pakken voor ons. Die is wel goed, kunnen we alleen nog niks mee. Circle Circuit. Zwakte 80. Oh, geen kopmunt, gewoon op 40. Hij deed even een andere aanval. Darkness Bleed. Gelijk weer weg, kunnen we niks meer. Hij was bijna weg. Nog 1 beurt met hem en hij was weg. Basic Pokémon Sparrow. Of deze. Geen Sparrow. Ja, hier zo. Sparrow Kangaskhan. Nou, we weten allemaal voor wie we gaan. Kangaskhan. Hij mag nu weer voor voorspelen. Oh, wacht. Hij staat al op voorsprong. Dit betekent... Want hij doet 100. Oeh. Hij doet niks. Mag op zich ook wel eens een keertje, hè? Dan... geen probleem. Ja, we hebben wat energie nodig. Hopelijk krijgt er dan een paar. Precies genoeg. En weer de Ivy. Kunnen we Jolten krijgen. Cammy, je staat dan wel voor met 4-6, maar... Kijk, dat bedoelen we dus. En... Oeh, dan is hij wel gelijk weg. Hij zat 6-3. Hij heeft hier 90, 70, 60. Als het goed is gaat hij deze Pokémon nu wegspelen. Staat ze 6-2 voor. Dan kan Kangaskhan inzetten. Kangaskhan kan gelijk een energie geven. Of zo kan natuurlijk ook, hè.
Hij kan één keer aanvallen, dan beurt niet en dan weer wel. 6-2 staat hij voor. We hebben een Rattata. Ja, als we één Pokémon meer op de bank hadden gehad met Raichu, dan was hij al weg geweest. Maar we doen gewoon even Mega Punch en is hij alsnog weg. We gaan in ieder geval 600 damage doen door dit potje. Ga ik voor zorgen. We gaan samen zorgen dat we die challenge halen vandaag. 3000 damage. We zitten op 1800 of zo volgens mij. Dus. Moet lukken. Nog 1200 en we zijn klaar. Aha. Mega Punch kunnen we niet gebruiken. Dan met Tiny Punch. Hij wordt even geheeld. Ik krijg geen energiekaart. Zapdos. Toa. Oeh. Die kaart kennen we nog wel. Die kunnen we ook wel even gebruiken. Doet die 40 op een van de bench Pokémon's. Dus dan moet je eentje zoeken die 50 heeft of zo. Weer deze kan 3 beurten. Ja. 160 damage. We zitten nu op 120 op die Pokémon. Nou, mocht hij nu een energiekaart krijgen, verwacht ik niet. En ik heb ook geen. Ik dacht misschien. Ja, ik heb ook geen U of zo dat ik hem weer even iets meer P kan teruggeven. Dat heb ik wel nodig. Eigenlijk. Zapdos of deze. Doe maar even die. Kunnen we die gelijk inzetten mocht hij weggaan. Want hij is nu al heel laag. Nee, die gaat gelijk weg. En toen stond het ineens weer 3-3. Of 2-2. Dan staat weer 2-2. Hij heeft nog 4 Pokémon's op zijn bank. Heeft deze. Alleen Rain Splash. Magneton. Eradicate doet niks, maar nou Mega Punch 100 ben je ook gelijk weg. Sta ik 2 in voor. Een energiekaart is niet meer nodig, denk ik. Nee, want die kan niks, want anders maar 20 gekund. Mega Punch en is die ook weg. Cammy, je komt niet meer in de top 8. 740. Dus dan moeten we nu nog 500 damage ongeveer doen. Nou, Daniel. Ik denk dat ik dan maar voor deze ga eigenlijk. Ja, ik weet niet. Dat heeft die elektriciteit als zwakte. We gaan het zien. Hij heeft veel over me gehoord. Nu kan hij mijn vaardigheden even testen. Kom maar op, Daniel. We gaan het zien. Magikarp gaan we even bewaren. Omdat we natuurlijk weten dat we daar nog een evolve van hebben. Gyarados. Ik verwacht heel eerlijk gezegd niet dat we die krijgen, maar je weet het niet.
Search voor een water Pokémon. Kunnen we gelijk inzetten als het goed is. Nou ja, een Gyarados zou fijn zijn, hè. Maar ja, dan mag ik 4 koppelmunten, want ik heb al 4 energie daarvoor nodig. Ik heb maar 1 energie, zie ik nu. Poeder Pokémon voor meer, ja, het hoeft nog niet. Die zetten we daarop gereed. We kunnen toch niet aanvallen omdat we de eerste beurt hebben. Gebeurt niks. Hij krijgt gewoon 2 extra kaarten erbij. Oké. Die kunnen erbij doen. Die op de bank. Ik moet gewoon even energie hebben. Waar zijn de energiekaarten? Ik weet het niet. Daar komen ze. 2 energiekaarten. Nou kunnen we er eentje gelijk inzetten. Nu hebben we 2 beurten de tijd om nog die laatste energiekaart te krijgen. Als we het niet krijgen, weet ik het ook niet meer. Nu hebben we nog 3 energiekaarten nodig. Nou, hier krijg je er gelijk 1. Oh, die had daar nog op moeten zitten. Kreeg die 1 kaart. Doen we. Ik 6 kaarten, hij 6 kaarten. Ja. We hadden op iets andere kaarten gehoopt. Helaas hebben wij die kaart niet gehad. Dan maar die dadelijk. Maar hij kan toch wel gewoon even aanvallen. In plaats van alleen maar entertainment. Doe gewoon energy short hierop. Energiekaarten of... Energie. Maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Dan maar die. Gelijk inzetten. Nee. Gewoon gereed, klaar. Ja, Daniel. Doe nou eens geen entertainment, alsjeblieft. Doe het gewoon niet. Waar hebben we de meeste kans mee? Of zit er nog een Articuno bij? Nee, dan maar Lapras. Maakt me niet zo veel uit eigenlijk. Nou, stop alsjeblieft met entertainment, die heel je bank heeft al energie. Het zijn normaal basic Pokémon als ik het goed heb. Kijk, hier, Vaporeon, Lapras. Ik weet niet eens waar ik mijn energie naartoe moet doen. Of course, naar Psyduck. En dan kunnen we die terugtrekken. Wordt Gyarados mijn actieve Pokémon. En gaan we gewoon lekker Aqua Tail doen. Hier, gelijk weg, 150. En komen nog op voorsprong ook. Nou, mag dat na 4 minuten spelen, bijna 5 denk ik. En dan valt hij wel aan. Maar wij moeten ook gaan evolueren. Bam,
hier, ga maar weg. Oh, die kon zo 360. We krijgen 2 booster packs. Mag het denk ik wel zeggen, ja. We hebben de 3000 schade als het goed is al toegebracht. Alsjeblieft, blijf. Ah, die kan ik niet nog een keer opzetten. Even 20 healen. Aquateel. In ieder geval 90. 105. Oh ja, er zit nu meer op natuurlijk. Oh ja, dan mag ik toch inderdaad hopen dat die Pokémon weg is met 150. You all the... Oh, discard wel alle energie. Nou ja, dat hoeft nou ook weer niet. Ja, daar gaat mijn Lapras. Een Vaporeon. En dan krijg je dit terug. Staat die weer op 20. Catcher. Nou, toch weer Vaporeon. Kunnen we alleen niks mee. Doodoodoo. Nou jongens, kom op. Dadelijk ga ik nog verliezen ook. Kan ik nog een energie geven? Nou, 20 damage op weg. Kan niks. Ja, die liggen er inderdaad. Klaar. Kan er niks mee. Ja, ik kan het wel inzetten bij hem, maar daar komen we ook niet heel veel verder mee natuurlijk. Dit is zo jammer. Ivy, die had ik helemaal niet gezien. Waarschijnlijk zat hij de vorige ronde ook al. Oké, nu komen we toch even terug in de wedstrijd. Ik had niet gezien dat hij daar zat. Die had ik serieus niet gezien, maar... Hoppakee. Nou, kom op. We komen weer terug in de wedstrijd. Tot 70, nou ja. Hij is daar iets sneller dan ik had verwacht. Die mogen we nu gelijk inzetten. Doen we er even Splash Energy bij. Doen we Hydro Splash. Oeh, zwakte, mooi, gelijk weg. En dan krijg je nu Articuno. Als je hem niet meer nodig hebt. Nou, die heeft nog geen energie. Heeft nu eentje, doet 20 damage. Het is niet meer nodig. Hopskey. En Porygon was de laatste prijskaart. 1000 toegebrachte schade. Mick is de volgende. Ja, we zijn nu bijna 20 minuten bezig. Dus die bewaar ik nog eventjes. En Daniel is dan over een week de laatste die we gaan verslaan. Maar ik wil jullie nu bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk zie ik jullie maandag weer.